Allereerst wil ik dan nu graag bij u inleiden onze eerste spreker, ingenieur Hans de Goeij, directeur-generaal Volksgezondheid van het ministerie van VWS. Hij heeft gestudeerd in Wageningen. Zijn specialiteit was agrarische sociologie, voorlichtingskunde en gezondheidsleer. Hij heeft een periode daarna aan de universiteit in Wageningen gewerkt. Vervolgens van 88 tot 2002 als directeur en later directievoorzitter van een aantal GGD's in Noord-Brabant. Hij is 16 jaar plaatsvervangend kroonlid van de Ziekenfondsraad en het College van Zorgverzekeringen. En sinds medio 2002 is hij directeur-generaal, zoals ik daarnet zei, bij VWS. Hij heeft mij gevraagd nadrukkelijk te zeggen dat zijn verhaal niet een ministerieel verhaal, maar een persoonlijk verhaal is. En daar wil ik hem nu graag het woord voor geven. Meneer Goeij. Dankjewel. Als het goed is, moet de techniek nu zeggen dat het verhaal kan starten, dames en heren. Dank u wel. Een paar weken geleden verscheen in Trouw een artikel van Godert van Collion. En dat begon als volgt. Na zijn vervroegde uittreden belandde Godert met een harde plof op de afvalberg van de samenleving. En dan zegt hij, nog steeds kijk ik beduust om me heen. Is dit het eindbod van mijn leven? Word ik geacht met beide handen dit aan te nemen? Ik aarzel en vraag bedenktijd. Nou, wie op Trouw geabonneerd is, herinnert zich waarschijnlijk dit artikel met prachtige indeling en dat is alleen maar treurigheid. En daarna zijn er wat ingeschonde stukken gekomen van mensen die zeggen dat hij wel erg defaitistisch is. Ik wou hem vanmiddag niet naspreken, ik wou vanmiddag een positief verhaal houden. En met name kijken naar de kansen en de ontwikkelingen die ik zeg maar zie op basis van het verleden, maar ook de kansen naar de toekomst. En als ik dan terugkijk, dan dacht ik even goed kijken, even koekelen naar Jan Brouwer. Wie was dat eigenlijk? Wat heeft hij eigenlijk gedaan? Waarom deze stichting? Los van dat hij wat vermogen heeft nagelaten om goede dingen te doen. Jan Brouwer is bijna 100 jaar geleden geboren, 98 jaar geleden. 73 jaar is hij slechts geworden, dus niet zo heel oud. En ik vond dat wel aardig omdat ik bij de nieuwjaarswisseling me bedacht dat mijn vader dit jaar 100 jaar zou worden. Dat ze samen hebben gestudeerd, althans in dezelfde tijd in Delft. Mijn vader scheikunde, hij mijnbouwkunde. En dat mijn vader hier een paar straten achter jarenlang directeur is geweest van de Spaarnestad uitgeverij die alles met deze stad verbinding. Dus toen Paul Snabel vroeg, wil je een lezing houden volgend jaar? Dat was een jaar geleden ongeveer. Toen zei ik nee, maar toen zei hij Haarlem. Toen zei ik meteen ja. Want toen dacht ik, nou, een mooie blik. En ik denk ook dat het heel belangrijk is, je eigen roots in de stad, maar ook de eigen roots in je gezin. De goede voorbeelden, hoe je ouders hebben voorgegaan, of ook de slechte voorbeelden. Iedereen heeft zo die ervaringen wel goed en slecht. Dat het misschien ook iets zegt over de toekomst. Mijn vader overleefde zijn eigen vader ruimschoots. Mijn vaders vader overleed voor zijn 50ste. Die was leraar in Den Haag, maar die overleed aan tuberculose. Als je dat in de tijd had, was je weg. Ik heb zelf daarna jarenlang in de tuberculosebestrijding gezeten. En toen begreep ik eigenlijk pas wat voor een drama het was. Als je zo rond 1925 aan tuberculose overleed. Je had het en eigenlijk was er alleen een bepaalde periode en de dood erop volgde. Tegenwoordig overlijdt bijna niemand meer aan tuberculose. En als dat gebeurt, dan staat de krant er vol van. Of schoon elke dag veel meer mensen aan andere eigen tijdse ziekte doodgaan. En zo zie je maar dat dat kan gebeuren. Mijn eigen vaders vader overleed in de nacht dat mijn vader werd geboren. Dus mijn vaders vader, mijn opa, kreeg een kind en verloor in dezelfde nacht zijn vader. Welk gruwelijke voorbeeld kan je je voorstellen hoe je met ouderdom omgaat en hoe dan zeg maar generaties wisselen. Volgens het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau gaat het met de ouderen in Nederland gewoon goed. Veel ouderen staan midden in die samenleving, niet zelden via betaalde arbeid, vrijwilligerswerk en bijdragend aan informele zorg voor een partner, voor een gezin of gewoon voor de buren of kennissen. Meer ouderen zijn weer aan het werk gegaan, of beter nog, zijn gewoon aan het werk gebleven, al is het misschien soms in deeltijd. En hun gezonde levensverwachting is aanzienlijk toegenomen.
tussen 1900 en 1950, zo'n 25 jaar. En vorige week heeft u gezien het rapport, waarschijnlijk in de krant, van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid. Tussen 1950 en 2000, 7 jaren extra erbij aan gezonde levensjaren. Waarvan 4 toe te schrijven zijn aan de wijze waarop we de gezondheidszorg in Nederland hebben gericht. Dus gezondheidszorg draagt voor 4 van de 7 gewonnen levensjaren van de laatste 50 jaar bij aan een lange levensverwachting. Veel meer opbrengst dan tot nu toe werd geroepen, want gezondheidszorg werd altijd gezien als uitstel van de dood, maar wel verlengen van het lijden. Maar het blijkt juist dat gezondheidszorg 4 jaar van die 7 jaar heeft bijgedragen aan het verlengen van dat leven. Dit wordt ook nog eens een keer bevestigd in het rapport van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid, waar wordt gesproken over de verzorgingsstaat heroverwogen uit 2006. En daar staat ook in dat Nederland goed investeert in de ouderen. We praten altijd over het negatieve, maar de rapporten die positief zijn hoor je niet zo. Het is altijd interessant, 10 keer interessant om over het negatieve te praten. Maar de positieve rapport, ook dat van de Regeringsraad voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, wordt toch niet vaak genoeg geciteerd. Er is een goed zorgaanbod voor ouderen, wordt er gezegd, terwijl ook hun inkomen verhoudingswijs goed is geregeld. Dus moet ik me niet afvragen, waar tobben we over? En ik wou vanmiddag vooral niet tobben. Ik verwijs bijvoorbeeld naar een brief van de staatssecretaris van het ministerie van VWS aan de Kamer. En daar schrijft ze, althans dat is de algemene strekking, het gaat goed met onze ouderen. Natuurlijk heeft een deel boven de 55, boven de 65, boven de 75 behoefte aan verzorging en ondersteuning. Maar ook een hele grote groep heeft dat niet. Bovendien was de stok, de rollator, de aangepaste woning of het aangepaste voertuig of de rolstoel niet juist bedoeld om die minder valide mensen weer valide te krijgen. Dus we hebben het vaak over die aanpassing dat het allemaal zo slecht is. Maar je kan ook juist zeggen, het is juist heel positief dat die aanpassing er is, waardoor je weer wat actiever kan deelnemen en participeren. En mijn stelling is ook dat de generatie ouderen steeds minder wordt benaderd in de geest van wat men niet meer kan. Dat we meer gaan denken en spreken over wat men nog wel kan of wat men gewoon nog steeds doet. Dat is misschien veel beter. En ik denk dat het ook belangrijk is om de goede woorden te kiezen als we over dit onderwerp spreken. Omdat we daarmee ook een trend en een sfeer zetten in plaats van een beetje tobberig van nou, je kan nog meekomen, ook al ben je ver. Nee, je doet gewoon voorlopig nog mee tot het niet meer kan. Dat is een andere manier. Ik zou bijna niet eens willen zeggen half vol en half leeg. De fles is nog bijna normaal vol. Terwijl we vaak willen praten over dat deel wat bijna niet vol is. Ik wilde eigenlijk vandaag, ook gezien de afspraak tussen sprekers, niet al te veel tabellen laten zien. Dus dit is ongeveer het enige tabelletje wat ik in mijn verhaal heb. En nu ziet u dat er in 1957 11 miljoen inwoners waren met 0,75 miljoen mensen boven de 65. Dat was 7%. Dat is op dit ogenblik zo ongeveer 14%. Ik heb de getallen een beetje afgerond voor het gemak. Dan ziet u er ook 7. 14 en dat wordt vermenigvuldigd in nog geen 100 jaar. 3 keer zoveel, 22% schatten we nu in 2030. En dan hebben we ongeveer 18 miljoen inwoners volgens de huidige berekeningen. En de vraag is of het problematiek van het ouder worden, of dat niet toe is als we erover denken in termen van paradigma shifts. En ik zal die dus zometeen wat verder duiden, het paradigma shift. Mijn oma uit 1870, u ziet ik haal heel mijn familie erbij. Zeker van vaders kant, want die zijn veel ouder geworden. Mijn moeders kant, die zijn in de oorlog allemaal door oorlog, geweld en terreur afgevoerd door de Russen. En nu heb ik me boven water gekomen, dus dat weet ik niet. Maar ik denk genetisch dat ze toch langer hadden kunnen leven dan de oorlog hun te pakken nam. Mijn oma van 1870 werd op haar 65ste, dat was dus in 1935. Zij was nog van de Frans-Duitse oorlog dat jaar. Werd zij eigenlijk tot oud verklaard en ongeveer in het verpleeghuis opgesloten of in het bejaardenhuis. In Den Haag. Nou, dat heeft ze lang volgehouden om daar niet naartoe te gaan. En mijn vader zei altijd, we hebben oma bijna niet kunnen doodknuppelen, want ze overleed pas toen ze 96 werd. Dus ook oma had enorm goed genetisch gestel, maar ook de wijsheid om zich niet in dat verpleeghuis te laten opsluiten. Alleen de laatste paar jaren. En ik zelf word over 6 jaar 65. En dan verwacht ik eigenlijk dat ik nog enorm actief zal zijn. Want ik heb al 35 jaar, misschien wel 60 jaar, al voor mij goede voorbeelden. Dus waarom zou ik nog tobben over mijn toekomst of over uw toekomst. Mijn vader ging me daar dus 35 jaar geleden in voor. Echter, binnen die groep ouderen is er natuurlijk enorme variatie aan behoeften.
voor steeds meer burgers ontstaat tussen het werkzame leven en de periode van afhankelijkheid, nieuwe, een lange periode, de derde levensfase noemen we dat. En ik zeg dan, daarna komt pas de vierde levensfase, de fase met een behoorlijke uitval en met behoorlijke gebreken. Tenminste, als je dat zo ver haalt. Ik vind dat de maatschappelijke potentie ook van deze derde levensfase nog veel te onbenut blijft. Doordat we daar, zoals ik zei, veel te negatief over spreken. En dat is overigens wel een open deur, want dat is natuurlijk al een aantal keren ook, hier ziet u nog de diagram die ik toen zei, de stijging van de leeftijd over de jaren. Maar in het algemeen gaat pas boven de 75, 80 jaar de ouderdom voor een wat grotere groep met wat grotere gebreken. Vergeet niet dat in onze meningsvorming dus niet de 65 en de 75 plus, die geen of heel lichte beperking nog heel actief wil meedoen. Niet zozeer de ouderdom in kalenderjaren, maar de frailty. In goed Nederlands, tenminste ik probeer het op mijn manier te vertalen, de persoonlijke kwetsbaarheid en de broosheid van een individuele mens. Die is veel meer bepalend dan de kalenderleeftijd. Dus die broosheid van mensen of die zelfredzaamheid, dat is veel meer bepalend, denk ik, voor de toekomst dan de leeftijd zelf. Die frailty bepaalt of men de slagen van het leven kan verdragen en ermee kan leven of ermee wil leven. Want dat is ook nog de vraag. Wil je leven met de slagen die het leven geeft? En de Groningse professor Joris Slaats zegt het zo kernachtig. How frail is more important than how old. Je kan dus in de klinische praktijk van alle dag, en dat is dus ook een bemoedigende ontwikkeling in de wetenschap naar mijn idee, die frailty, die index, die maat, misschien beter gaan gebruiken dan als iemand op je spreekuur komt, dan de kalenderleeftijd. En ik vind dit ook een hele nieuwe kijk op de vraag hoe de zorg voor die ouderen geaccommodeerd kan worden. En hoe je kan voorkomen dat per geval die zorg te vroeg, of te laat, of te veel, of te weinig is. We leven op het ogenblik in een soort samenleving, als je dat hebt, dan hoor je die zorg te krijgen. Nee, daar zou nog bij moeten komen. De ene heeft misschien dan nog meer ondersteuning nodig, en de andere heeft misschien helemaal geen ondersteuning nodig, of schoon dat ze hetzelfde lijden hebben. Dat hangt heel sterk af van die persoonlijke kwetsbaarheid. Die frailty-indicator die het UMC Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, onder andere met mensen, zorgverzekeraar en Evian zorgaanbieden aan het onderzoeken is, kan de zorgverlener denk ik de komende 5 à 10 jaar helpen bij het beter toerichten en toedelen van die zorg die nodig is. Er is een zilveren generatie op komst. Deze generatie zal aanzienlijk in omvang groeien en ouderen die zelf initiatieven nemen en zingeving zoeken in vrijwilligerswerk is een tweede en een, misschien wel een derde arbeidscarrière. Een generatie die ondertussen actief aan de slag is gegaan om de eigen kwetsbaarheid en zelfredzaamheid, die eigen frailty te weerstaan. Dus niet de vraag of de overheid dat moet doen, maar mensen die zelf op zoek gaan om hun kwetsbaarheid te verminderen of uit te stellen in de tijd. Dat levert voordelen voor die samenleving op, maar het levert ook voordelen voor die ouderen zelf. Ouderen doen wat voor anderen en ze blijven hierdoor zelf langer gezond en actief. Ik hoef dat allemaal niet uit te leggen in dit verband, zeker niet in deze zaal en zeker niet in dit gezelschap met de voorgelezingen. En ik zie dus een paradigma shift, een fundamentele verandering optreden in bijvoorbeeld de medische en klinische behandelpraktijk. Niet je leeftijd nogmaals is bepalend voor de therapie, maar de wijze waarop je daarmee kan omgaan. En dat bepaalt op welke wijze je in de toekomst verder aan kan. Dat is dus de eerste. Dan gaat er iets niet goed. Ja, dit is dat vreselijke nieuwe besturingsprogramma van Microsoft. Er is dus, zoals ik zei, een nieuwe generatie op komst. U kent de heren allemaal en ik noem ze maar de Raad van de Ouderen. U heeft er vast wel eens een keer mee gesproken. En de tweede fundamentele verandering, kijk, daar gaat hij ook weer te snel. De tweede fundamentele verandering werd 2 jaar geleden verwoord door Hans Hogevorst in zijn bijdrage hier bij de Tweede Jan Brouwers Stichting. Overigens ook een Haarlemmer, dus dat was natuurlijk ook goed volk. We moeten anders leren denken, zei hij, over ouder worden en over de ouderen en de rol die zij in de samenleving spelen. En we moeten zelf, gedurende ons leven, zelf investeren in fysieke en in geestelijke gezondheid. En dat ondersteun ik natuurlijk ook van harte. Dit betekent dat wij op tijd moeten nadenken over waar we onze oude dag willen doorbrengen. Zo voorkomen we dat we als 80-jarige in een rolstoel in de portiekflat niet meer in kunnen of erger nog er niet meer uit kunnen. En dat we noodgedwongen worden op die leeftijd te verhuizen. Voor oudere mensen zie ik 2 verschillende woonvormen
die aan belang zullen winnen. De eerste is de oudere gemeenschap. In een moderne variant van bijvoorbeeld het Amsterdamse of Haarlemse Begijnhofje. Met speciale verbanden en veel wederkerigheid naar elkaar. Niet living apart together, maar living together apart zou je bijna kunnen zeggen. En de tweede variant is die van de intergenerationele verbanden. De moderne variant van de boerderijgemeenschappen van vroeger. Kortweg, als we terugkijken in het verleden, hebben we misschien toch wel maat en getal voor de toekomst. Dat zal wel op een nieuwe manier zijn. Minder familiegeoriënteerd, veel meer intergenerationele gemeenschappen die sociaal georiënteerd zijn. Dus misschien niet met je vader en je moeder en met je kleinkinderen en kinderen, maar met een aantal personen, niet zozeer direct een commune, maar een intergenerationeel samenlevingsverband van meerdere families, van meerdere gezinnen, van meerdere diversiteiten. Lopen bestendig en daardoor ook aangepast bouwen is dan heel erg van groot belang. En de woonomgeving moet zich dan ook aanpassen aan die nieuwe eisen van de tijd. Niet alleen maar een straat voor ouderen of een straat voor starters, maar juist het gemengd wonen en het bouwen daarvoor. En dat betekent dus dat die ouderdom niet een probleem is bij uitstek van dokters en zorgverleners, maar dat de oudere vraagstuk, het oudere leven, veel meer een zaak is van civiel technici, van stedenbouwkundigen, van ondernemers, van projectontwikkelaars, gemeente- en provinciebestuurders. En dan kom ik eigenlijk weer terug bij mijn vader en bij Jan Brouwer, die civiel technici waren. Waarschijnlijk moet het uit die hoek van Delft, zeg ik altijd maar, of van Twente, of technische universiteiten en de bestuurskundigen. En de ondernemers komen dan alleen maar specifiek van die gezondheidszorg. Want slechts 4 van de 7 jaar langer gezond leven wordt bijgedragen door de gezondheidszorg. Dus die 3 andere jaren komen echt van anderen. En de tijd dat woningbouwverenigingen alleen bekend stonden als maatschappijen die stenen stapelen, die hebben we echt wel een beetje achter ons. En dames en heren, we kunnen ook door bepaald ander gedrag veel ellende voorkomen. Zo is vroegtijdige kennis van technologie, daar zal vandaag ook nader worden op ingegaan, uitermate van belang. En ik vermoed ook dat de oudere dier DigiBeet, want die zullen hier in deze zaal niet zijn, maar die komen er wel aan, die zullen hun mogelijkheden moeten laten liggen die zijn elektronica-bewuste leeftijdsgenoot al in dank zal benutten. Ik denk daar bijvoorbeeld aan telemonitoring, toepassingen en thuiszorgtechnologie. Wat niet betekent dat we alle beschikbare technologie moeten gebruiken. Want bijvoorbeeld afwassen is bijvoorbeeld een prachtige oefening om gezonde gewrichten te houden. Dus je moet het ook met maat en getal doen. Er is een tijd dat je het gebruikt, maar er is ook een tijd om het bijvoorbeeld niet te gebruiken. U ziet, dit is geen departementaal standpunt, dit is mijn privéopmatting. Gezond ouder worden, dames en heren, gaat ook overigens niet vanzelf. En hoe eerder je aanpassingen en gedrag aanleert en wat je op latere leeftijd van pas komt, hoe langer je als oudere zelfstandig kan functioneren. Dus niet iets pas aanpassen of leren als je 60 bent, maar dan moet je al erg mee beginnen als je 40 bent. En wat mij betreft, een slimme man of meid van 40 is op zijn of haar toekomst voorbereid. Is voorbereid, dus dan heeft hij het al achter de rug, dan heeft hij erover nagedacht, hij of zij. Is het eigenlijk niet raar dat we onze kinderen jarenlang op school laten zitten en laten gaan en ze als werknemers steeds stimuleren om bijgeschoold te worden, terwijl we ons dus helemaal niet voorbereiden op wat na ons pensioen ons te wachten staat? Ik ken een cursus, pensioen in zicht of pensioen in zicht, maar ik zou bijna dat die cursus tot de lijst van vroeiwoorden wilde bepalen, dat we het helemaal niet meer hebben over pensioen in zicht, maar wat doe ik als ik wat ouder ben? We moeten dus een echt lang, leven lang leren trajecten starten. Jong geleerd is ouder gedaan dus. Het derde noodzakelijke omwenteling, paradigma shift wat mij betreft, zie ik dan in de manier waarop wij nu naar de uitdagingen van morgen kijken. Het lukt ons maar niet om daarbij de bril van vandaag af te zetten. We denken, we lezen, we schrijven alleen maar in over volume van de vermoede problematiek, alleen al het woord problematiek, en geld. Geld. We vergeten daarbij dat de oudere van straks een hele andere ouder is dan de ouderen die we vandaag de dag kennen. En de ouderen die de afgelopen 20 jaar, waar we daarmee optrokken. De babyboomgeneratie is veel al opgegroeid in de roerige jaren 60's. Ze gaan makkelijker op straat om te demonstreren en willen genieten van het leven. 65-plussers zijn in 2010 voor het eerst gemiddeld rijker, en zo is dat, rijker dan jongere generaties. Belangrijkste oorzaken zijn de grote vermogensaanwas en de gestegen huizenprijzen. En de forse opbouw van aanvullende pensioenen die dan beschikbaar komen. En de vermogensoverdracht van de ouderen naar de jongeren komt in een heel ander daglicht te staan.
Jongeren draaien zelf meer op voor de eigen investeringen en potten minder geld op om dat over te dragen aan hun nageslacht. Sparen, zoals de huidige oudere generatie dat heeft aangeleerd, is gewoon uit. Zij zullen zelf het geld wat ze nu hebben, die jonge generatie, zelf uitgeven aan hun eigen ouderdom. En gezond ouder worden impliceert dus in feite het ouder worden bij een zekere mate van welbevinden. Dat is deels bepaald door genetische omstandigheden, maar veel meer door milieu, door sociale omstandigheden, maar ook door opzettelijke, intentionele omstandigheden die je zelf, waar je zelf maatregelen voor neemt. Het komt je dus niet aanwaaien, je moet er zelf ook iets voor doen. Een belangrijk deel van het geluk heeft dus te maken met opzettelijk gedrag van jezelf en dat ligt niet vast en is niet zomaar op voorhand te voorspellen. Joris Slaats hield mij enkele maanden geleden voor bij een werkbezoek in Groningen dit schema. Het welbevinden splitsen we gemakshalve in zijn frailty-index in fysieke en sociale omstandigheden. En wanneer het fysieke component, betreft, kunnen we dat stimuleren en intern comfort verschaffen, heet dat dan in vakjargon. En wanneer we de sociale kant betreft, heeft dat te maken met status, met gedragsbeïnvloeding en met affectie. Bij stimulatie denken we bijvoorbeeld aan sport, seks, bewegen, aangeraakt worden, eten, drinken, muziek, lezen, tv, film kijken, etc. En bij comfort, het inrichten van comfort, denken we aan een veilige en prettige omgeving waarin we verblijven, wonen of werken. Voorkomen we functieverlies of passen we het aan met hulpmiddelen? En als we aan status denken, hebben we het over macht, kennis en functiegerichtheid, geld. Bij gedragsbevestiging gaat het om waardering voor wie men is en wat men zegt en wat men doet. Zijn zingeving weet vorm te geven en voor een ander iets wil en kan betekenen. En bij affectie denken we aan het geven en ontvangen van vriendschap. Een arm, liefde, steun, aandacht, aanwezigheid, aanraking. Gezond ouder worden is dus eigenlijk de kunst van prettig ouder worden. Optimaal gebruik maken van alle voordelen die de hoge leeftijd met zich meebrengt. En tegelijkertijd en zo mogelijk zo aangepast en ondersteund worden daar waar het wat minder gaat. Daarbij werk je ondertussen aan je fysieke en sociale kant. Stimuleer je, verzeker je van comfort, neem je je status in ogenschouw, kijk wat je daarmee doet, bevestig je gedrag en is er plaats voor affectie. Dat laatste niet te vergeten. Dat alles is niet enkel in onze genen geprent of door onze samenleving en omgeving gefaciliteerd. Daar zit ook een opzettelijk eigen deel bij. En daarom is het goed niet al te problematisch te spreken over de bedreigingen van de ouderdom of de bedreiging van en door ouderen van de samenleving, maar juist de kracht van het ouder zijn positief te duiden als bron van nieuwe inspiratie en van nieuwe kracht. Dat vraagt van en door de ouderen dat zij hun lot in eigen handen nemen. En om dan ook maar weer een vaktaal te gebruiken, empowerment te organiseren voor jezelf. Dat lot in eigen handen nemen kan je niet via internet of een uitscheurbon als u nog een ouderwetse televisiegids heeft. Dat je dat kan bestellen, dat vraagt inzicht in jezelf en de wil om dat te verwerven. Ook de wil, intentioneel, om er echt voor te gaan, om al jong daarvoor te leren. De Romeinen wisten het al, mens sana in corpore sano. Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat vraagt om brood en spelen. Wat we nu steeds meer weten, de menselijke geest, de inspiratie en de wil is van grote invloed op die gezondheid. Laat je niet de put in praten, ook u hier niet in de zaal en ook niet vanavond thuis. Maar steek samen de koppen boven het maaiveld. Als je het alleen doet, dan lukt het niet, maar als je het samen doet, dan is er geen gasmachine voor om dat in één keer af te maaien. We moeten de vergrijzing niet als iets problematisch beschouwen, maar als een positief te waarderen maatschappelijke verworvenheid. Want hebben onze voorouders daar nou niet eigenlijk hard aan gewerkt? Zij wilden dat we langer gezond konden leven. Wij zitten in die fase en dan gaan we er problematisch over doen. Ik snap dat soms gewoon niet. We zullen, of we het nu willen of niet, gewoon het maatschappelijk kapitaal dat de ouderen in onze samenleving vertegenwoordigen, meer moeten waarderen en benutten. En ik besef dat dat een enorme open deur is, maar het kan ook maar niet vaak genoeg gezegd worden en zo'n studiedag van vandaag draagt daar zeker aan bij. Gezond ouder worden, dames en heren, is niet het exclusieve domein van de gezondheidssector. En wat mij betreft komt het ook niet voor, ook al ben ik een Haarlemmer van geboorte, op konto van Haarlemmer Olie, van de oprechte Haarlemmer Oliefabriek. En voor de Haarlemmers of de niet-Haarlemmers, dat stond vroeger in de Antoniestraat en vroeger in de Achterstraat in deze stad, nietwaar? Sommigen van u weten dat nog. Laat ik deze veranderende uitgangspunten, deze paradigma-shift, nog eens illustreren aan de hand van mijn eigen voorbeeld over ouder worden.
Ik neem u mee, 20 jaar verder, het jaar 2088. 2028. Ja, de vader is de wens van de gedachte, maar... Of de wens is de vader van de gedachte. Ik ben dan 79 en zit in het midden, let wel, in het midden van mijn derde levensfase, op weg naar mijn vierde levensfase. Ik vang de kleinkinderen op uit school, dat doe ik als volgt, en help hen als een wijze, bemoeizichtige, oudere man en betrokken mens hun eigen leven te structureren, hun normen en waarden bij te brengen. Mijn kindskinderen doen dat in afwisseling met mij, want ik help ze erbij, naast hun gewone dagelijkse fulltime en parttime werk. En één dag in de week breng ik het eten rond voor andere hoogbejaarden, vul ik links en rechts wat belastingformulieren in en heb ik een eigen internetbedrijfje en doe ik nog wat consultpraktijk. Nou, kom je week mee door. Ik loop soms langs de nurse practitioner, dat is de andere kant, voor een polypilletje. De bewegingstherapeut om mijn bordjes wat aangepast te laten bewegen en soepel te houden. En ook ga ik naar een coach om het verlies van mijn tijdgenoten, misschien mijn partner, misschien een van mijn kinderen, in de omgeving een plaats te geven. Zingeving dus. En ben ik met zingevingsvraagstukken bezig en vraag ik hoe ik dat ga doen als ik echt oud ben. Eén keer per jaar bezoek ik uiteraard de Jan Brouwer Stichting, als ik na vandaag nog gevraagd word. En neem ik deel, het is jammer dat Paul er niet is, maar dan neem ik deel aan de Paul Snabel volksraadpleging, want die is dan ingevoerd. En in de eigen tuin oogst ik mijn groenten, ik raap de scharreleieren en bij de laatste verbouwing van mijn huis, dat is ook echt gebeurd in 2004, heb ik preventief al 90 centimeter brede deuren laten plaatsen, waardoor ik dan met die rolstoel, waar ik misschien ook in kom, goed kan manoeuvreren. Ook heb ik een slaapkamer en een badkamer op de benedenverdieping al geïnstalleerd. En ik hoef dus niet daarover in te zitten, mocht ik onverhoopt mijn heup of mijn been breken. En dat ik dus niet in een barre omstandigheden kom, dat ik op een lijst kom voor woningaanpassingen, want dan kan ik heel erg lang wachten. Dat ik niet hoef te wachten op de aannemer, die overigens helemaal geen tijd voor me heeft. En dat ik direct al het genot kan hebben van wat ik in 2004 al zelf mij geschonken heb, namelijk die aanpassing van mijn woning. En ik volg natuurlijk in die tijd dan ook nog, over 20 jaar, wat Philips en Siemens, of hoe die bedrijven dan heten, aan intelligente zelfredzaamheid verhogende concepten hebben ontwikkeld. Ik installeer die in mijn huis en ik probeer ermee te leven. En de helft doe ik weer weg, want ik snap er dan niks meer van. Maar ik ben ermee bezig. En zo'n beeld heb ik dus ook van het ouder worden, waarvoor de trefwoorden zijn, zoveel mogelijk de regie over je eigen omgeving, zoveel mogelijk de regie over je eigen lijf en je eigen geest. En ik zal dan in 2029... op de 25e Jan Brouwer conferentie wel horen in hoeverre dit beeld een typisch 2008 bedenksel was, van hoe mensen toen dachten binnen toen beschikbare wetenschappelijke inzichten en opbrengsten van deze studiedag en maatschappelijke trends, hoe ze die interpreteerden. En hoe mijn kinderen dan weer terugkijken naar hun overgrootvader, grootvader en vader, wat zij dan daarover spreken, ik stel voor om dat te agenderen in 2029 voor de 25e bijeenkomst. Nou, bovenstaand denken in veranderingen is ook van grote invloed op de inrichting van diensten en de inrichting van onze gezondheidszorg. Wat betekenen deze shifts? Welke veranderingen komen dan de komende jaren in de praktijk? Ik geef 4 voorbeelden. Ik ga er snel doorheen. De ouderdom komt niet langer met gebreken, maar we worden gezond oud en daar investeren we in. De frailty is kenmerkende voor zelfstandigheid of onafhankelijkheid dan de strikte kalenderleeftijd tussen de 50 en de 80ste jaar. Je neemt je lot in eigen handen. Dat vraagt niet meer om meer gezondheidszorg en meer dokters, maar juist om meer stimulansen buiten de medische wereld, om training en coaching op jonge leeftijd om die frailty te beperken. Voorkwamen we 100 jaar geleden infectieziekten door het aanleggen van het riool en de waterleiding. Zo kort geleden is dat eigenlijk nog maar. Over 50 jaar is het investeren in het verminderen, naar mijn idee, van de frailty heel normaal geworden in plaats van alleen maar leveren van gezondheidszorg. Frailty, investeringen als eigentijdse, bijna civiel, Delftse techniek, zou ik zeggen. Investeren in het verminderen van die kwetsbaarheid en het verhogen van je eigen weerstand. Daarbij kan een hele grote bijdrage leveren aan het toekomstige gezondheidszorg of onze zelfzorg. Het tweede voorbeeld is, we stellen niet de vergrijzing, de ziekte, het functiegebrek centraal, maar de levensloop. Je bent trouwens niet je ziekte, heb ik wel eens horen zeggen. Help en faciliteer mensen met het zich voorbereiden op die oude dag. Werk ze in ieder geval niet tegen als lokale of landelijke overheid.
spreek ook op dit soort bijeenkomsten van bedrijfsleven en wetenschappen over de kansen en de mogelijkheden. We doen geen bodycheck pitstop. Welke ziektes heb ik inmiddels? Maar een pitstop preventie en frailty. Waar moet ik nog aandacht aan geven om de tijd beter mee door te komen? Met name de gezonde leeftijd. Waar moet ik op investeren om beter ouder te kunnen worden? En het leven te kunnen oppakken zoals dat zich aan mij voordoet. Of zoals ik me aan mijn leven voordoe. Pensioenleeftijd mag omhoog. Niet omdat de collectieve lasten en de uitgaven dat vereisen, maar vanwege de individuele en collectieve lusten. Iedereen wordt gezonder en men haalt geluk uit gestructureerde dagbesteding, contacten met medelanders, of dat nou werk is, wat we een baan noemen of op een andere manier. Ouderen zullen daar gewoon om vragen. Dat kan geen regering of politiek of partij tegenhouden. Dat zullen de ouderen gewoon afdwingen. Dat doen ze en dat gaan ze niet doen omdat anderen het tegenhouden. Wet en regelgeving lopen daar waarschijnlijk bij achter. Het komt gewoon vanzelf uit de groep ouderen die wij straks zullen zijn. Zoals ik al van het begin af aangaf, denk ik dus dat de kracht van onze samenleving veel groter is dan de kracht waar we nu denken dat die er is. Ik vergelijk de samenleving wel eens met een rivier. Als er meer water gaat door de rivier, zoekt die rivier vanzelf nieuwe wegen. Hij wordt breder, dieper of raakt vertakt. Zo gaat het ook met de samenleving als zich uitdagingen voordoen. De vergrijzing, het water, zien we op ons afkomen. We moeten niet de andere kant op kijken en denken wat er allemaal fout kan gaan. Een beetje de huidige tijd. Maar vooral kijken hoe we het water kunnen stoppen. Hoe we kunnen kijken of we het water in een andere baan kunnen leiden. Waar we de rivier moeten kanaliseren. Of waar moeten we deze verleggen. En waar moeten we deze aftakken. Om de waterdruk te verminderen. U hoort het allemaal, civiele techniek. Of een bredere bedding moeten laten gaan. Gewoon maar laten gebeuren. En waar moeten we niet even onze weerstand verhogen en onze kwetsbaarheid verminderen door meer geloof te hechten aan het eigen kunnen? Ik ga naar mijn afronding toe. De drie grote veranderingen die ik heb aangegeven helpen dus als volgt. Het maatschappelijk kapitaal van ouderen, met name in de derde levensfase, beter waarderen en benutten. Er positief over spreken. Mensen zich actiever laten voorbereiden op het ouder worden. Laten voorbereiden, maar gewoon zelf voorbereiden. Waarbij de persoonlijke kwetsbaarheid, de persoonlijke frailty zo goed mogelijk verminderd of uitgesteld wordt. En meer denken als derde vanuit de kansen, de mogelijkheden, maar vooral de intrinsieke eigen wensen van mensen en de wil van ouderen van morgen. En daarbij aansluiten aan hun wensen. Dan komt het naar mijn idee wel goed en vindt de samenleving prachtige nieuwe wegen en rivieren om maar extra water een plaats te geven en een bedding te geven. En je zult zien dat de omgeving, de weg, de rivier, er alleen maar mooier van wordt. Voor we deze veranderingen bereiken, zal er nog het nodige denk- en missiewerk moeten worden verricht. Maar ook moeten we goed kijken en waarnemen wat nu al in stilte aan revolutie plaatsvindt. En dat zie je steeds beter als je goed kijkt en goed luistert. Rond ik af. Vroeger geleerd is later ouder gedaan. In dat verband zie ik rijkhalsend uit naar de discussies straks en de bijdrage van de andere collega's vanmiddag. Opdat ik ook nog zelf nieuwe invalshoeken kan krijgen, zodat ik nog tijd heb om te leren voor later. Dank u wel.